Voor het Koninklijk Paleis op de Dam stond deze dag een auto van de Amsterdamse gemeentebedrijven, die op toepasselijke wijze was opgesierd om in het Franse stadje Caen deel te nemen aan de intergeallieerde herdenking van de invasie in Normandië. De minister-president Dr. Drees ontstak hier de nationale fakkel die op deze praalwagen was bevestigd. De honderden die de plechtigheid bijwoonden zagen even later het vuur oplaaien dat de vrijheid symboliseerde die in 1944 door de landing der geallieerden in West-Europa terugkeerde. Ook in vier andere West-Europese hoofdsteden werd ter herinnering aan de 10e verjaardag van de invasie het bevrijdingsvuur ontstoken dat evenals de nationale fakkel van Nederland direct daarna naar Frankrijk werd overgebracht.